Dag Denny Renty, u staat hier in het Oostend Queen in Oostende voor iets te vieren. Wat is dat precies? Wel, het is onze eerste editie van Passion for Luxury. Passion for Luxury is een event die ik organiseer heb om mijn klanten, mijn vrienden te bedanken voor hun trouw. En uiteraard mijn champagne dat we voorop stellen. Maar toch hebben we dat iets uitgetrokken, omdat we hebben het toch twee keer uitgesteld. Dat we zeggen van kijk, het was eerst bedoeld een kleine selectie klanten, vrienden. Maar dat is gegroeid en gegroeid door de maanden heen. En we hebben gezegd, waarom niet een evenement maken voor mensen die houden van de goede dingen van het leven. Passion for Luxury staat niet altijd voor excentrieke luxe, maar voor luxe die toegankelijk is en betaalbaar is. Dus, en ik zie daarin ook, vandaar ook met de kunstenaar, kunst is een vorm van de luxe, maar is toch ook een vorm van de creatieve luxe. Het is geen extravagante luxe. Dus voilà. Een geheel, een combinatie van verschillende elementen samenbrengen om daar een goede avond van te maken, dat de mensen herinneren. Ik zie hier Wendy van Wanten staan en Willy Sommers. Ja, inderdaad. Dus die zijn dus via ook uitgenodigd van klanten van mij. Dus die spontaan ook aangetrokken zijn door het concept en door de opbouw van ons evenement. En hebben die gevraagd, ja, mogen wij ook aanwezig zijn? Ik zeg, uiteraard, het is altijd leuk als je een bekend gezicht in uw evenement hebt. U heeft een zaak ergens aan de kust en ook in Gent? Het is zo dat ik, inderdaad, oorspronkelijk ben ik van de kust, dus van Middelkerken. Ik heb gedurende 11 jaar een zaak gehad in Oostende, vandaar ook terug naar de roots. Oostend Queen is uiteraard ook een goede klant van mij. Maar natuurlijk, onze hoofdzetel die is wel in Middelkerken met onze stok. Maar ons kantoor bevindt zich in Gent. Dus Gent, waarom? Omdat Gent een centrale plaats is. Dat was de eerste editie, maar ik ben persoonlijk van Gent beginnen houden. Dus omdat Gent een heel aangename, leuke stad is. Is dat alleen champagne wat u verkoopt? Eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik al 12 jaar bezig. Mijn firma heet ook F&B Premium Brands. Dus Food and Beverage Premium Brands. En dat staat eigenlijk voor een globaal in de voeding en de dranken. Dus ik woon ook part-time in Engeland in Londen, waar ik ook al sinds 7 jaar een zaak heb in import. En ik importeer Belgische specialiteiten voor de Engelse markt. Ik heb jaren de consultancy, promotie en verkoop gedaan voor merken zoals Illy Coffee, Wattwiller, die vanavond ook nog altijd aanwezig zijn. Die sponsoren voor een stuk het evenement. Die mensen zijn speciaal overgekomen van Frankrijk. Ja, ik heb er nog altijd een goede band mee. Maar ik zie op uw site ergens Parijs staan. U heeft daar ook iets gedaan in Parijs, hè? Met Claude Brasseur onder andere. Inderdaad, dat was eigenlijk heel toevallig. In 2006 of 2005 kreeg ik plots een telefoontje van de secretariaat van Alain Delon. Die zei van, oké, dat was de Prix Remus. Dat is een Oscar-uitreiking voor de beste comédiens, dus toneelspelers. En die zegt van, kijk, ja, wij reiken onze Oscars uit, de Prix Remus. En dat is de beste comédiens. En wij vinden, ja, Romain Juliette is oorspronkelijk een theaterstuk. Zij wilden per se met onze champagne de receptie verzorgen. Maar ik vond dat uiteraard een hele eer. We zijn daarop ingegaan en we zijn naar Parijs gereden met de nodige flessen champagne en glazen. En we hebben daar echt een fantastische avond beleefd op de prijsuitreiking zelf. En dan nadien is dus de receptie doorgegaan in Hotel Maxims van Pierre Cardin. Dus Pierre Cardin was persoonlijk ook aanwezig, samen met Charlotte Gainsbourg, Claude Brasseur. En dat was echt wel een onvergetelijk moment. Ja. U bent daar fier op? Ik ben daar heel fier op. Ik ben ook heel fier dat zij gekozen hebben voor onze champagne om hun prijsuitreiking te doen. Dat wil ook zeggen dat we op een toch ergens goed bezig zijn. Het is het concept en de merk is ontstaan uit een passie, uit een belevenis. En ik heb dat dan ook omarmd en ik heb daar ook een bepaalde strategie achter gestoken. Maar één is blijft vooraan, dat is kwaliteit van het product en passie voor hetgeen dat ik doe. En de naam Romeo en Juliet, dat is toch heel speciaal. Hoe komt u op zo'n naam? Goh, hoe kom ik op zo'n naam? Dat is natuurlijk uiteraard een lang verhaal. Veel te lang, omdat hier... Heel kort dan? Wel, heel kort. Heel kort, wel, ja, u raadt het al. Een mooi liefdesverhaal die een beetje minder goed geëindigd is. En dan op een bepaalde nacht... Is dat biografisch dan? Hoe bedoel je biografisch? Op jou persoonlijk geschreven? Op mij persoonlijk geschreven, inderdaad. Ja, voor een stuk wel. En dan is dat inderdaad bepaalde toevallen. Ik was net champagne op mijn eentje aan het drinken om 2 uur in de nacht. En zo is een inspiratie ontstaan. En voilà. En dan, ik was alleen al een jaar of 2 een beetje op zoek om mijn eigen merk te doen. Maar ik wilde een speciaal merk, ik wilde een speciaal concept. Ik heb dat dan beginnen onderzoeken. Of het dan nog mogelijk was om die naam te linken aan champagne. Blijkbaar bestond dat nog niet.
Maar uiteraard, de naam Romeo en Juliette was niet zo evident om daar de intellectuele eigendomrechten van te kopen. Dus ik heb er wel jaren over gedaan om te lobbyen, om het patent te nemen op de naam Romeo en Juliette voor champagne. Dus, maar dat is gelukt. We hebben 2 jaar voorbereiding gedaan voordat we kunnen beginnen zijn met de verkoop en het start van het concept. Maar kijk, vanavond een volle zaal, uitverkocht, 250 man. Mensen zijn blijkbaar aangetrokken tot het concept en ook tot het geheel, denk ik. Dus, Champagne is Frankrijk natuurlijk. Laat u dat in Frankrijk brouwen? Hoe heet dat dan? Uiteraard Frankrijk. Je kunt absoluut geen champagne gaan promoten of de naam champagne gebruiken als je daarvoor geen wettelijke toestemming hebt. Dus dat is ook iets anders. Nadat wij de naam Romeo en Juliette intellectueel eigendomsrecht gekocht hebben Europees voor champagne, dus dan moesten wij een gedeponeerd merk zijn, hebben wij pas onze licentie kunnen bekomen en de toelating bij het CIVC, dat is dus de Comité Interprofessionnel de Vin de Champagne, die heel zware criterium oplegt om het woordje champagne te gebruiken. Iedereen kan zijn merk, zijn naam op een champagnefles zetten. Iedereen doet dat ook. Mijn dochter verjaart, die noemt Charlotte. Ze gaan 100 flessen met etiket Charlotte doen. Maar het grote verschil is, daarmee mogen ze niet communiceren. Dat wil zeggen aan de pers gaan, folders drukken of zo. En dat is het grote verschil. Mensen weten dat niet, maar dat is het grote verschil. Dus wij daarentegen hebben licentie gekregen om onze naam te linken aan het domein van champagne. Dus het is geproduceerd in Épernay bij een familiale producent waar dat wij een overeenkomst hebben, waar wij jaarlijks een contract hebben op de koop van de oogst. Dus met een stuk van de oogst maken wij onze flessen op jaarbasis. We zijn nu 6 jaar bezig. Sinds 2 jaar loopt het goed. Ik voel me goed. En ik hoop dat wij nog 50 jaar kunnen verder doen, minimum. En dan ben ik gelukkig. Als dat vanavond niet allemaal ziet, mag dat niet anders zijn natuurlijk. Wij hopen het. Ik heb bepaalde mensen die speciaal afgekomen zijn van Antwerpen en Brussel, die heel aangetrokken waren tot het concept en die mij al gevraagd hebben om zo snel mogelijk samen te zitten volgende week om een volgende editie te doen, wat niet mijn opzet was, mijn bedoeling was. Dit was mijn bedoeling om jaarlijks een evenement te doen bij een bestaande klant, om mijn klanten tevreden te stellen, om iets te doen. Ik geef graag, dus ik ben heel blij dat mijn klanten bij mij zijn en om hun te waarderen doe ik graag iets terug. Bedankt, Denis. Dank u vriendelijk.